Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef alvast een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. En veel plezier met kijken. Ja, goed gemaakt. Ik mag ook Binky rijden. Die zit weer even in de les, hè? Oh, Binky die ruikt dat ik snoepjes heb. Oh. Moet ik even kijken, Bink, of er ook echt wat in zit, jongen. Behalve sleutels. Hij is wel ook wit, dus dat helpt misschien wel een beetje. Ja, voor de goodies. Nee, jij houdt... nee, sorry Bink, ik ga straks even één voor je halen. Ja, sorry, spijt me. Nou, hobbelsen zou ik zeggen. Reizen moet ik zeggen. Ja. Ja, hop hop. En moet jij eens even opletten, die stinkie gaat dadelijk gelijk rollen, Tessa. Daarom heet hij stinkie. Want hij is mooi gewassen gisteren. En daar vindt hij helemaal niks aan. Los. Dan gaat hij daar eventjes een vieze modderpoel op zoeken, denk ik. En dan rollen. Ja, hij gaat echt gelijk. Ja. Ah nee, toch niet. Kom, we moeten de dekking dicht doen, Tess. Hij is wel aan het ruiken. Ja. Daar gaat hij. Boom. Oh, geweldig. Ja. Nou, je hebt niks te veel gezegd. Het is inderdaad echt een stinkie. Hoi Macy. Laat eens even je mooie voetje zien. Kijk eens wat een prachtig voetje ze heeft. Vind je mooi? We gaan in een andere video even uitleggen wat er precies met Sterren aan de hand is. Dat gaat de dierenarts ook doen. Dus... vandaag is maandag en morgen mag ze dan voor de derde keer terug naar de dierenarts. En die gaat dan helemaal precies uitleggen wat er precies allemaal aan de hand is met ons sterretje. Nee? Tessa rijdt momenteel eventjes in de manegeles, zoals je zaterdag al hebt kunnen zien. En dinsdag gaat ze ook de manegeles even in. Want dat sterretje moet even opknappen. We zijn op de dierenkliniek, later nog waarom. En er zijn ezeltjes en Sterren vindt die ezeltjes echt heel interessant. Dus nou Ster, je mag er toch niet heen. Vandaag buitenritje, het is erg warm. Dus Tess mag weer Binky, ze is helemaal blij. En Fabienne gaat ook mee op Stippy. Dus lekker naar buiten en dat kan ik niet filmen, want ik kan er niet achter. Ja, ik kan er wel achteraan gaan rennen, maar dat doe ik maar niet. Zo, we zijn bijna door de 70 dagen heen van Verona na de operatie. Dat is 26 mei. Dus volgende week donderdag geloof ik of zo. Vrijdag weet ik niet precies. Hé meisje. Was je lekker aan het rollen net? Ja hè. Het ziet helemaal troeperig uit. Dus nog even volhouden. En
weekje. En dan wordt ze gecontroleerd 1 juni door onze eigen dierenarts. Die dierenarts die heeft ook in Utrecht gewerkt. Want anders moet ze helemaal op de wagen naar Utrecht toe. En dat vind ik dan toch wel een soort veel gelijk weer. En ja, onze dierenarts kan dat denk ik, of veearts moet ik zeggen, die kan dat denk ik ook wel. Dus we staan nog even met de vriendinnetje gewoon lekker los. En dan volgende week moeten we zachtjes aan iets gaan doen. Nou, dat wordt dan de week erop denk ik maar. Dan hebben we natuurlijk eerst jumping. Zo, Tess is op ster aan het stappen. Tess weegt niet zoveel, dus dat mag. En zonder zadel maar, want het is alleen maar stappen. Hè Tess? Ja. Is het lekker? Ja, ja. Dus, ja. Nou, stappen maar dan. Nou, dat doet ze toch keurig? Ja. Heel goed hoor, sterretje. Brave pony. Gevangen, zoals Rick altijd zegt. Ja. Ze heeft een zonoverdrijf en wel 6 keer gerold. Ja, want dat vindt ze echt lekker, hè, pony. Ja. Had je er zeker net gepoetst voordat je er in de paddock stopte? Ja. Ja. Nou, oké. Leuk dat je hebt gekeken naar deze.